Maarten van harte welkom. Hey Frank. We gaan aan de bar zitten, stel ik voor. We gaan wat doen? Ik zou zeggen, kan dat? Ik zou ontzettende klote dingen om klote op te dingen? Zitten. Ja. Is dat echt nodig? Ik ga hier zitten. Doen ik, we dat? Ik zou bang zijn dat ik gelanceerd werd als ik erop ga zitten. Ik zou zeggen, neem plaats. Ja, ik heb iets voor je meegenomen. Oh, je hebt gelijk iets bij me. Aha. Wij hebben hier volgens mij, misschien even kijken of de camera dat kan registreren, de oude Citroën DS? Ja. Prachtig. En dat heb jij meegenomen, want? De afspraak was dat we het over auto's zouden hebben. Nou, ik weet niet of passie. Je dat... Ja, passie. Tik. Nou, ik heb een gezonde belangstelling voor auto's. Een gezonde belangstelling en voor dat auto's. Dat is voor iemand met mijn kennissenkring, is dat een hoogst eigenaardige zaak. Ja. Want in mijn kennissenkring is het deftig om niets van auto's af te weten. Nee. Wat voor kennissenkring heb jij dan, waarin dat geldt? Intellectuelen. En je weet, er is geen groep in deze wereld zo ongelooflijk kortzichtig als intellectuelen. Nee, nee. Dat schept een band, Maarten. Hoe is dat begonnen, die auto's? Ja, dat is lastig te zeggen. Dat heeft natuurlijk uiteindelijk te maken met mijn leeftijd. En met het feit dat in de late jaren 40 en in de jaren 50 auto's hele bijzondere dingen waren. En dat als je kennissen met auto's had, dat je maar één ding hoopte, dat je op een of andere manier een klein ritje mee zou kunnen maken. Of het nu een Opel Kapitein was, ik bedoel, dat stelde niet veel voor. Nee. Of mijn vader had een kennis met een DS, dat was voor mij de hemel op aarde. En jouw vader zelf, jouw ouders, hadden die een auto? Nee, mijn ouders hadden geen auto. Dus wat was nadat mijn ouders gescheiden zijn, heeft mijn moeder een Dauphintje van haar vader gekregen. Een ongelooflijke klote auto. Ja. Ja, echt een prutsding. Kan ja? Niet ja, waarom is dat zo'n ongelooflijke klote auto? Motor achterin, achter de achteras, nauwelijks werkende verwarming, een waardeloos schakelding, drie versnellingen. Echt een Franse auto waar de Fransen zich diep voor zouden moeten hebben geschaamd. Ja. Hey, en wat was dan jouw eerste autorit als je ouders geen wagen hadden? Met mijn opa. Mijn opa was directeur van een fabriek in Nijmegen. En die had al, eigenlijk in 1947, ja, veel verder loopt mijn herinnering niet terug, 1947, 1948, had hij een Kaiser Fraser. Een Kaiser Fraser? Ja, dat zal de meeste mensen niks zeggen, maar dat was kort na de oorlog heeft Kaiser, dat was een groot industrieel, heeft ook geprobeerd om een eigen autofabrikagelijn op te zetten. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En mondelijk genoeg zijn die Kaiser Frasers tijdelijk in Nederland geassembleerd. Dus de onderdelen kwamen uit Amerika en die werden, weet ik, van Rotterdam geassembleerd. En daar zat ook bijvoorbeeld Nederlandse bekleding in. Ja, ik weet niet of mensen dat nog... Ik zie ondertussen een auto op het scherm. Wat, ja, dat is een Hudson. Dat is een Hudson? Ja, dat is een Hudson. Mijn opa heeft na de Kaiser Frasers kreeg hij een Hudson. Dit is niet, die was hemelsblauw en ik denk een net iets ouder type dan deze Hudson bestaat al lang niet meer. Nee. Nou, die Kaiser Fraser hoor je ook nooit meer. Nee, dat bestaat ook niet meer. Dat is allemaal gesneuveld in de jaren 50. Kijk, dit is al erg ordinair. Dit kan helemaal niet. Ordinair? Ja, ook met die dames erbij. Dat is natuurlijk helemaal niks. Als er dames bij zijn, is het ordinair? Nou, een beetje wel, ja. Die mevrouw maar nee, maar Maarten, ernst, wat maakt dit nu dan een ordinaire auto? Nou, dat is niet meer de Hudson zoals ik mij herinner. Dat was zoals die van daarnet, dat was met een fastback en nog met zo'n spijltje in de voorraam, in het voorraam. Dat vond ik zelf erg aardig. En hij had een chauffeur en ik mocht eigenlijk altijd meerijden. Dan ging hij naar Den Haag, dan mocht ik mee. Dan ging ik met die chauffeur een eindje wandelen en dan vergaderde hij en dan reden we weer terug. Hey, en wat voor... En zijn derde auto, dus tot zijn afscheid als directeur, was een Buick. Een Buick? Ja, een zeegroene Buick. Eigenlijk alle auto's die door jouw opa zijn aangeschaft, die merken sneuvelden. Nee, want die Buick die bestaat nog steeds. Bestaat de Buick nog steeds? Ja, de Oldsmobile is opgedoekt in het faillissement. En de Saturn is opgedoekt in het faillissement, maar de Buick bestaat nog. Ja, dit alles verraadt dat jij er nog steeds behoorlijk gedetailleerd mee bezig bent. Ja, ik schrijf een column voor de Autovisie. Ja. Je kijkt me een beetje verwijtend aan, zo van die lees je toch wel elke week. Ik had wel gehoopt dat je huiswerk had gedaan. Ja.
Dat je even had gekeken wat ik daar nou zo te beweren heb. Nou, ik ben je wel een keer tegengekomen in NRC Handelsblad over dit onderwerp. Ja, ik heb een tijdje in dat M-magazine, dat is overigens ook opgedoekt. Ik weet niet of het een oorzakelijk verband is. Ik had dat anderhalf jaar gedaan, het was werkelijk een gouden bestaan, want je kreeg elke maand een andere auto. En dan mocht je een proefrit mee maken? Ja, een proefrit, dan kon je dagenlang weer rondrijden en dan moest je er een stukje over schrijven. Nou, wat is er mooier dan dat? Dus je kon successievelijk alle auto's waarvan je dacht van, dan zou ik wel eens willen rijden, die vroeg je aan. Ja. En het merkwaardige was dat ik na een half jaartje door de redacteur werd gebeld. Zei, wil je niet eens een Ferrari of zo? Ik wou net zeggen, wanneer bestelde je een Ferrari? Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat vind ik totaal oninteressante auto's. Dat zijn auto's voor jongens. Ik ben een oudere man. Oké. Maar wacht even, het moet toch wel dan een jongensdroom van niet, een oudere man zijn geweest om een keer in een Ferrari te rijden? Never. Nooit gedacht. Waarom spreek je dat niet aan? Omdat dit type van auto's, dat stelt niets voor. Iedereen kan voor 4 ton een geweldige auto bouwen. Zelfs die meneer Müller. He? Nou ja, nu is het ook wel afgelopen. Ik heb altijd gedacht dat het een witwasoperatie was. Ja, je praat over de spijkerauto's in de Nederlandse fabriek. Ik hoop dat je een goede advocaat in dienst hebt. Ja, want ik weet niet zeker of het een witwasoperatie was, maar het niet deugde, daar ben ik eigenlijk wel vrij zeker van. Nee, dit soort van auto's, Lamborghinis, Ferraris, spijkers, je hebt op dat terrein Pagano's, je hebt op dat terrein een heel ruim aanbod, dat is flauwekul. Ja, dus ultieme is iets voor de gewone man te maken, dat het oké is? Om voor 19.000 euro een tip-top auto te bouwen, met een lekker dieseltje erin, half een automatische versnellingsbak, 4 personen, verwarmd, vervoerd, de Golf. Ja, oké, de Golf. Als je dat stukje van mij had gelezen. Ja, dan zou ik dat hebben geweten, maar nu leg je het mij vriendelijk uit, want zo ben je ook wel weer met Maarten, kun je alle kanten op. Het is voor die mensen ook moet dat informatief houden natuurlijk. Hey, en welke auto ben je zelf gaan rijden? Wat was jouw eerste wagen? Oh, die had ik door een toeval van een tante overgenomen. Dat was een AMI 8. Niet meer de oude AMI 6, dat was op zichzelf een uniek model. Dat kon alleen in Frankrijk, zo'n auto, ontworpen door meneer Opron. Maar dit was een AMI 8, dat was al een soort verbeterde versie. De AMI was een soort super eend. Ja. De eend had een 425cc motortje en de AMI had een 602cc motortje. En daar kon je nog relatief hard mee rijden. Ja. Nou, was ze banaankleurig. Banaankleurig. En ik kon hem voor 1500 gulden van mijn tante overnemen, want zij kon hem niet gestart krijgen. En jij wel? Nou, ik dacht dat ligt aan mijn tante, maar dat bleek niet zo te zijn. Nee. Was je überhaupt, en ben je dat geworden, goed in het repareren en zo? Nee, kun je onder de totaal niet. Ik weet wat zit en ik weet hoe het werkt. Maar je bent een mooi weerautoliefhebber. Als je het zo wil noemen, maar ik doe thuis ook de loodgieterij niet, terwijl ik wel weet waar het afvoerpijpje zit. Ja. En als waarom zou je godsnaam dat werk zelf moeten doen? Ja, nee, je laat als ook een niet, ander het beter kan. Ja, je gaat ook niet zelf zitten snijden, maar naar het ziekenhuis natuurlijk. Ja. Meestal wel. Als je een auto koopt, hè, kan men jou dan belazeren? Ongetwijfeld. Ze kunnen van alles doen. Ze kunnen de kilometer tellen, terugdraaien. En dan overigens is daar tegenwoordig een soort paspoort voor. En dan kun je dan geloof ik mailen. Mijn zwager, die nooit een slechte tweedehands auto heeft gekocht. En ik eigenlijk alleen maar. Die zegt, ja, maar dat komt ook omdat jij gewoon dat type streetwise, dat ben je niet, dat kun je niet. Dat kan zijn dat je er geen enkele oog voor hebt. Nee. En jij maar, hoe schat je sowieso jezelf de verkeerde autootjes koopt. Dat kan natuurlijk maar ook. Hoe schat jij jezelf? Nou, ik raak meestal zodanig door begeerte bevangen dat rationaliteit al spoedig ver te zoeken is. Wanneer is dat bijvoorbeeld gebeurd? Nou, ik heb jarenlang geen auto gekocht. Mijn laatste, één na laatste gekochte auto was van de late jaren 70. En toen kreeg mijn vrouw lease auto's. En toen hebben we er 2 jaar gehad. Maar het leek me zo'n onzin dat ik de mijne verkocht heb. Ja. Dat was een Renault 20 TL. Een onbeschrijfelijke klote auto. Waarom was dat een onbeschrijfelijke klote auto? In alle denkbare opzichten, ondergemotoriseerd. Wat is dat, ondergemotoriseerd? Dat het vermogen onvoldoende is voor het gewicht van de auto. Ja. Als je heel lang werkte en een beetje bijroeide, dan wilde die wel op snelheid komen. Maar
het ging niet van harte. Nee. Er zat een lichte tril in het stuur, die er nooit uitgeraakt is. En hij had een soort van strontbruine bekleding. En ik dacht, daar kom ik wel overheen, maar het enige voordeel was dat de kinderen vrij moeiteloos erin konden kotsen zonder dat je er iets van zag. Ben je hem nog wel tweedehands kwijtgeraakt daarna? Is er iemand ingestonken, zou ik maar zeggen? Het gekke is dat ik dit zo verdrongen heb dat ik niet weet wat er met dat ding gebeurd is. Nee. Ik heb hem nog een tijdje, ja, daar moet je nou voorzichtig zijn, met de overbuurman samen geëxploiteerd. Maar laat ik het zo. Nou, samen geëxploiteerd? Ja, dat we allebei erin konden rijden en dat je dan gezamenlijk dat ding financierde. Ja. Maar laat ik het maar heel voorzichtig uitdrukken dat onze humeuren niet compatibel waren. Ja, waar bleek dat uit, Maarten? Nou, hij was een Piet Lut. Dat was daar een feitelijke vaststelling. Ja, daar kan ik niet tegen. Nee. Waarin kwam dat tot uiting, dan dat de buurman met wie je die auto... Nou, hij viel over een stuiver. Terwijl... Ik rond altijd af op 100. Ja. Dus dat ging niet goed. En ja, mijn vrouw had steeds, elke 3 jaar kreeg ze een nieuwe. Of die nou versleten was of niet. Een vorm van verspilling waar je u tegen zegt. Maar goed, zo was het geregeld. Dus pas toen dat opgehouden was en mijn vrouw met pensioen was. Ja. En toen heb je haar leaseauto nog opgereden tot die echt desintegreerde. Toen pas heb ik mijn huidige auto gekocht. En dat is een... Citroën C6. Ja. Je slaat er gelijk een beetje een heilige toon bij aan. Zo van, nou, dat is iets bijzonders. Dat kun je wel zeggen. Ja. Zo bijzonder dat die niet meer gemaakt wordt. Ja. Ze hebben er ook nog geen 30.000 geproduceerd. Daarop moeten ze dik geld verloren hebben. Dat kan haast niet anders. Omdat ik denk dat bij zulke productieaantallen je nooit een cent kunt verdienen aan een auto. De enige die er graag in reed was de Franse president. En jij? Nou ja, ik dacht dat is voor mij ook wel geschikt. Ja. Hé, en wat zegt deze auto over jou? Dat ik niet helemaal goed snik ben. Mm. Verklaar je nader? Nou ja, ik had natuurlijk ook een voor 21.000 een ruim bemeten diesel Golf kunnen kopen. Ook geen probleem. Ja. Daar gaat het ook mee. Deze is wel heel geruisloos op de grote weg, dat wel. Maar waarom kies je hem dan? Als je zegt, ja, ik ben eigenlijk niet... Nou, het is weer eens wat anders. En het sluit een beetje aan op mijn grote liefde voor grote Citroëns. Ja. En natuurlijk, het is toch ook wel een beetje, al is dat langzamerhand niet meer zo terecht als toen, het prijzenswaardige in Citroën is de technische innovatie en het feit dat de C6 heeft een heel specifieke carrosserie. En misschien is het allerbelangrijkste wel, het is geen BMW of een Mercedes. En waarom is dat belangrijk? Nou ja, BMW's zijn voor voetballers en Mercedes voor taxis. Ja, het is, maar als u er een heeft, dan kunt u hem altijd nog kwijt. Hey, en dit, die DS, je zegt, en dat doe je niet zo heel vaak, dat is liefde. Je bent zuinig met dat woord, dat weet ik. Waarom is... dit liefde waard, deze DS? Nou, omdat ik dat dinkietoortje nu, denk ik, dik 50 jaar heb. De dinkietoort stemt ongeveer uit dezelfde tijd als de DS. Je kunt ook zien dat het een wat ouder type is aan de koplampen. De latere types hebben zo'n in het spatbord weggewerkte koplamp. Met meedraaiende verstralers. Ook wel mooi heeft de C6 ook. Ja. Als je de bocht omgaat, dan gaan de lampen ook de bocht om. Hè. Ja. Waardoor je op mijn leeftijd een beetje ziet wat eraan komt. Ja. Ja. Hoewel ik toch met enige regelmaat tegen een paaltje oprij. Hey, en er zit dus iets ambachtelijks in die auto dat je aanspreekt. Er is een esthetiek, een schoonheid die je aanspreekt. Nee, dit is technisch een van de meest innovatieve auto's die ooit zijn gebouwd. En dat ligt natuurlijk aan het hydropneumatische systeem waarmee die zowel gevierd is. En dat stuurde ook de stuurbekrachtiging en dat stuurde de rembekrachtiging. Dat was een soort knop. Ja. En dat moest je ook leren doseren. De carrosserie is natuurlijk van een zeer bijzondere aard. Ook door een soort beeldhouwer is die gemaakt. Min of meer bij toeval heeft hij daar hele aardige oplossingen gevonden. Het enige probleem was, er zat een soort tractormotor in. Tractormotor? Ja, Citroën had geen geld meer voor een nieuwe motor. Dan moest eigenlijk een 6-cilinder boksermotor in, daar hadden ze geen geld meer voor. En toen is gewoon de motor van de Traction Avant erin gezet. En, nou ja,
Ja, dat nee. is... Nou, vertelde je me recentelijk een heel mooi verhaal over iets dat zich afspeelde in een auto. Er is iets met auto's dat mensen tot intimiteit brengt. Dan heb ik het helemaal niet per se over seks of zo, maar iets communicatiefs. In auto's gebeurt er wat vaak daarbuiten niet gebeurt. Jij zat met je vrouw op een dag in een auto. Ja, dat komt wel van toe voor. Ja. Jullie reden ergens heen en er sloeg wat door jou heen. Wat was dat? Ja, je maakt misbruik van informatie die ik in een andere kader aan jou aangeboden heb. Maar goed, ja. Ik wil het wel vertellen hoe het zat. Ja. Wij waren al jaren getrouwd en we hadden toen, we hadden al één kind en wij werkten allebei hard. Mijn vrouw werkte bijzonder hard en ik deed... Jij was hoofdredacteur van Margriet. Ik probeerde hard te werken, zonder dat het veel effect sorteerde overigens. Waardoor je toch... laten we zeggen dat het van de vleeselijke liefde enige tijd niet was gekomen. Wat op die leeftijd dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hè? Want hoe oud waren jullie dan? Ik denk 34 of zo. Ja. Hè? Wanneer je nog ruim voldoende goesting hebt voor dat bedrijf. Ik werd plotseling bevangen door liefde. Ik kan het niet anders noemen dan dat. Dat had overigens met die auto volgens mij geen bal te maken. Maar we waren een ritje gaan maken. We waren even alleen. Ik weet niet waar mijn zoon was. Geen idee. Misschien een oppas. Geen idee. En ineens sloeg dat in als de bliksem. Dat hoor je vaker van mensen, dat ze naast elkaar in een auto zitten. Ze, oh ja? ze kijken elkaar niet aan, ze kijken allebei vooruit. Dat ze het rijden in een auto als een hele grote, intieme ervaring. Ik hoor dit voor het eerst. Ja. Gebeurt het jou vaak? Nou, ja, eigenlijk wel. Dus en je bent eigenlijk te bleu om er iets werk van te maken. En dan zeg je, zullen we een ritje maken? Nou, ja, dat is het woord ritje is Freudiaans gekozen. Ja. En heb je dan liever handversnelling of automaat? ik vind het in ieder geval fijn dat we elkaar niet per definitie hoeven aan te kijken. Oké, nou begrijp ik het. Ja. Oogcontact, vermijden. Ja, en daarin zit het naar het schijnt. Ik wist niet dat het zo was, maar dit moment heeft ooit bestaan. Ja, ik weet nog waar het was. Ja, waar was het? Ik weet nog welke auto het was. Ja. Ik had toen een Renault 16 TS. Prima auto. Ja, prima auto. Ja, fantastische auto. Ja, echt okay. Een hoogtepunt in de Renault fabrikage, zou ik maar zeggen. Ja. Reed jij of reed Winnie? Ik reed. Jij reed. Ik weet niet eens of ze toen al een rijbewijs had. Dat heeft ze pas gehaald toen ik een jaar naar Amerika moest. Oké. Okay. Want ja, anders was ze zat zonder dan auto. Wat. Ja, ja, dan moet je wel en zo. Okay. En waar was het? Je rijdt vanuit Utrecht richting Bunnik over de Provinciale Weg. En dan op een goed moment kun je rechtsaf naar Fort Vechten. Mm-hmm. En dan, als je dat fort zie je aan je rechterhand, en dan moet je nog weer een nieuwe afslag naar rechts maken. En dan sta je zo'n beetje in de buurt van Fort Vechten. En daar speelde dit magische wereldhistorische moment zich af. Ja. Als je nog iets verder zou rijden, voorbij Fort Vechten, zie je een heel wonderlijk bouwwerkje staan. Dat is een Romeinse wachttoren. En dat komt omdat op het enorme grasveld daarachter ooit het Romeinse Castellum Fectio lag. Prachtige historische locatie voor dit moment. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik weet niet of ik daar ook aan dacht op dat moment, maar... Nee. Nou moeten we nog even naar de stoomwals. Ik bedoel, wielen heeft zo'n ding niet, beweegt zich wel rollend voort. Daar heb jij ook veel affectie voor. Voor de stoommachine. Ja. Ja, stoommachines zijn fantastische machines. Dat komt omdat ze enorm lekker ruiken. In de stoommachine die werkt, daar zit een hoop water in, hè, dat zul je begrijpen. Dus daar wordt heel specifieke olie gebruikt om de machine toch goed te laten functioneren. En dat ruikt werkelijk onwaarschijnlijk lekker. Als mensen dat ook eens willen ruiken, moeten ze naar het Openluchtmuseum. Want daar hebben ze een soort melkfabriekje gebouwd. En daar draait een mooie stoommachine die ik geloof dateert uit de late jaren 20. Ja. Het is ook een heel fijn geluid. Hè, want kijk, een stoommachine, daar kun je nog precies aan zien hoe die werkt, hoe het zit. Hè? Als je nou moet kiezen tussen die stoomwals, waar je... Nou, niet een wals, wacht. Stoommachine. Ja. De stoommachine. Nou, en eventueel een locomotief. Als je nou moet kiezen tussen je liefde voor en die stoommachine, wat wordt het dan?
Nou, als ik op enigerlei wijze in staat zou zijn om achter mijn huis in een loods zo'n relatief grote stoommachine te laten draaien, dan zou ik het graag combineren. Ja, oké. En hoe zou je dat dan doen? Gewoon eentje voor de deur waar je in rijdt, een eentje achter de deur? Ja, zo'n stoommachine vraagt nog wel wat, hè? Want hij is er bijvoorbeeld in het Openluchtmuseum is een man voor die dat ding op gang moet houden en moet olieën en van alles en nog wat moet doen. Maar vergeet niet dat de stoommachine staat aan het begin van onze technische samenleving. Hè? En als je de eerste stoommachine is van, ja, ik schrijf een boekje over de stoommachine, dat weet je heel goed ook, dus fijn dat je er even naar gevraagd hebt. Dan kan ik koop vast, dat boek. Ja, kan ik er vast reclame voor maken natuurlijk. Vorig jaar, 2012, was het precies 300 jaar geleden dat de eerste stoommachine in bedrijf was, kwam. Ontworpen door een meneer Thomas Newcomen. En daar is in Nederland geen enkele aandacht aan besteed. En dat vond ik zo karakteristiek. En dan komen we helemaal terug naar de start van dit gesprek. Ja. Ik weet niet of dat, ja. Dat loopt ook heel mooi op tijd rond. Een half minuut. Ja. Dat intellectuelen, met name alfa-intellectuelen, totaal niet geïnteresseerd zijn in het feit dat onze hele samenleving functioneert per gratie van de beta-wetenschappen en de techniek die het product is van die beta-wetenschappen. Ja. Je kunt je een ons schrijven, dat je een ons weegt over Shakespeare, dat is heel interessant allemaal. Maar daar kun je geen iPhone mee maken, kan ik je verzekeren. Al dus de moraal van dit verhaal? Dat is dat je vaak ziet dat beta-intellectuelen best geïnteresseerd zijn in zeg maar, de alfa-sector. Maar dat juist de arrogantie van de domheid aan de andere kant ligt. Ik dank je hartelijk.